En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Ik had vandaag ineens een briljant idee. Ik dacht bij mijn eigen, ik ga eens een top 10 maken. En ik wist ook al eigenlijk al gelijk wat voor top 10. En dat is een soort top 10, een soort bucketlist. Voor de mensen die niet weten wat een bucketlist is. Een bucketlist is zeg maar een soort tasje wat je bij je hebt. Met allemaal ideeën erin. Wat je eigenlijk wil gaan doen. En wat je zeker nog een keer gedaan moet hebben in je leven. Ik heb zo'n top 10 heb ik ook samengesteld. Het leek me eigenlijk wel ontzettend leuk om zo'n top 10 te doen van een soort bucketlist van... Ja, wat wil ik eigenlijk nog gaan doen op mijn kanaal? Inmiddels heb ik een top 10 gemaakt. Het is een top 10 waar ik op een gegeven moment ook wel een aantal dingetjes in heb. Wat dit jaar al gaat gebeuren. Dus er zijn al een paar dingetjes zijn er. Die dit jaar op de bucketlist doorgestreept kunnen worden. Want die dingen die staan al op de planning en gaan ook al dit jaar nog gebeuren. Ik heb in ieder geval een top 10 gemaakt. En ik wens jullie veel plezier met kijken. Ik vond het wel leuk om eventjes dat te doen. Dus bij deze, kijk naar mijn top 10 bucketlist van dingen die ik nog wil doen. Op mijn YouTube kanaal waar ik naartoe wil. En wil gaan vloggen. Veel plezier met kijken. Nummer 10. Op nummer 10 staat de Halloween Friday Nights van Walibi Holland. Ja, jullie weten het. Ik ben geen fan van Walibi. Ik vind het nogal een pauperpark. Met alleen nog maar een beetje rare figuren allemaal. Asociale hangjeugd. Kansloze figuren. Maar toch zou ik de Halloween Friday Nights wel eens een keer mee willen maken. En daar een vlog over maken. Je scare zones en gewoon de hele entourage eromheen van Walibi is echt geweldig. En ja, dat zou ik best wel eens een keer een vlog over willen maken. En omdat de Halloween Friday Nights ja, in Walibi is, staat die eigenlijk onderaan mijn lijstje. En terwijl op nummer 10. Nummer 9. Op nummer 9 staat een Centerparks vlog. Nou ja, een Centerparks vlog is meestal een vakantie. Dus dat zullen dan wel iets meerdere vlogs worden dan. Maar in ieder geval, deze staat al gepland. Daarom staat deze ook heel laag op mijn bucketlist. Op nummer 9, omdat ik binnenkort een keer naar een Centerparks toe ga. Wanneer? Zeg ik lekker niet. En ik zeg ook lekker niet. Wat voor Centerparks park? Dat ga ik ook nog even lekker niet vertellen. Maar in ieder geval, op nummer 9 staat dus een Centerparks vlog maken. Wat van dus dit jaar nog gaat gebeuren. Nummer 8. Op nummer 8 staat ook een evenement wat ik nog wil gaan doen. En dit jaar nog gaat gebeuren. En dat is... Marveld. Marveld is een vakantiepark en camping in Groenlo in Overijssel. En ook daar ben ik binnenkort een keer te gast. Dan ga ik lekker ook een keer op vakantie. Echt super tof. Super tof park. We hebben een luxe huisje dan met een jacuzzi erin en een sauna. Echt heerlijk. Echt een fantastisch park om lekker tot rust te komen. Deze staat dus ook laag op nummer 8. En dat komt enkel en alleen omdat deze binnenkort van mijn bucketlist af is. Omdat dit jaar nog gaat gebeuren. Nummer 7. Op nummer 7 is een campingvakantie. Ik wil nog een keer een tent gaan kopen. En dan wil ik gewoon een keertje lekker met de tent... Lekker ergens gaan kamperen. In een mooie omgeving het liefst. Liefst een bosrijke omgeving. Vind ik wel ontzettend mooi. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik ben toch wel een beetje kamperen. Freaky ben ik. Dus dat lijkt me ontzettend leuk om te doen.
En natuurlijk ga ik daar dan natuurlijk ook vloggen, want ja, dat is wel ontzettend leuk om een keer te doen. Daarom op nummer 7, een vakantie op de camping. Nummer 6. Op nummer 6 staat een zwembad. En een zwembad wat best wel ver weg is. Het is helemaal in Berlijn. Dit is echt een eentje die op mijn bucketlist staat. Waar ik me van afvraag van, zal dat ooit gebeuren? Ik hoop het wel. Maar het is in ieder geval Tropical Island. Tropical Island is een heel mooi zwembad in Berlijn. Een van de grootste zwembaden volgens mij die er is. Die ik in ieder geval zelf gezien heb van video's en zo. En daar kan je ook overnachten. Het is echt een hele grote glazen koepel is het. Er zwemmen ook vissen zoals je kunt zien. En het lijkt me zo ontzettend gaaf om daar een keer een vlog op te nemen. En een keer, het mooiste zou zijn eigenlijk daar een keer een tent te huren. Die daar binnen staat. En dan gewoon een keer overnachten in een zwembad. Dat zou echt, dat maak je nergens, maak je dat mee. Behalve in a Tropical Island. En dit is best wel een mooie locatie. En ik ben gek op mooie locaties. Ik vlog op mooie locaties. Dus deze staat zeker weten op mijn bucketlist. En wel op nummer 6. Tropical Island in Berlijn. Nummer 5. En dan zijn we alweer beland bij nummer 5. En op nummer 5 staat een pretpark waar ik nog nooit ben geweest. Toverland. Toverland in Zevenum. Toverland in Zevenum is dus een Limburg attractiepark. Ik ben er zelf nog nooit geweest, zoals ik al vertelde. En ik wil daar zeker weten toch even een keer naartoe. Om daar een kijkje te nemen. Pas geleden is er dus weer een nieuw themagebied geopend. Avalon. En ik ben gewoon reuze benieuwd om hoe het er daar uitziet. Ik heb al heel veel video's ervan gezien. Maar zelf nog nooit geweest. Dus zeker weten. Een pretpark op de bucketlist. Op mijn bucketlist. Om te bezoeken. En natuurlijk om te vloggen. Ja, nummer 5 is dus Toverland. Nummer 4. Op nummer 4 is Mini World in Rotterdam. En Mini World Rotterdam, dat heeft eigenlijk een beetje aparte plek in op mijn YouTube kanaal. Dan zou je denken van hoe kan dat dan? Want ik heb net gezocht naar Mini World en er staat geen ene video van jou op je kanaal van Mini World. Nee, daarom juist. Ik ben in het begin, toen ik pas de eerste week vlogde, zou kunnen toegaan. Ben ik ook geweest. Zou ik nog een vlog van maken. Is nooit verschenen. Later ben ik nog een keer geweest. Toen zou ik ook een vlog maken van Mini World. Is toen volgens mij ook niet geweest. Of hij is er wel geweest. Ik weet het niet meer precies zeker. Maar in ieder geval, Mini World heb ik nog niet gedaan. Nog geen uitgebreide vlog van gemaakt. Dus Mini World staat zeker weten op mijn bucketlist om te bezoeken. Het is echt, ik ben nog helemaal niet geweest. En even kijken, ik zit gelijk even terug te kijken, maar er staat echt geen enkele vlog. Nee, er staat helemaal geen ene vlog van Mini World op mijn YouTube kanaal. En dat is toch wel echt frappant, want ik zou het 2 keer doen. 2 keer is er niet van gekomen. Dus zeker weten, op mijn bucketlist, lijst, op nummer 4, Mini World. En Mini World is in Rotterdam, dus het zal zeker weten nog een keertje gebeuren dat ik in Mini World ben. Bij deze dus, nummer 4, Mini World in Rotterdam. Nummer 3. Op nummertje 3 staat het Noordzeestrand bij Renesse. Een fantastische plek. Ben ik vroeger heel vaak heen geweest. Vroeger ging ik zelfs op de scooter er naartoe. Toen ik mijn rijbewijs nog niet had.
En het Noordzeestrand is gewoon echt een van de mooiste stranden, vind ik, waar ik geweest ben. Er zijn natuurlijk een heleboel mooie stranden, maar Renesse is ook echt een plaatje om naartoe te gaan. Altijd met een hele mooie blauwe lucht en een ontzettend mooi schuimstrand. Zeker weten dus nog een keertje te doen en niet zo ver weg gelukkig. Maar dit tripje ga ik zeker weten nog een keertje doen. Naar het Noordzeestrand in Renesse. Een mooie locatie. En ja, mooie locaties, jullie weten het, hè, dat staat bij mij altijd hoog. Dus op nummer 3, het Noordzeestrand van Renesse. Nummer 2. Op nummer 2 staat een buitenlandse trip. En bij een buitenlandse trip, ja, heb ik nogal in het oog eigenlijk Frankrijk. Ik zou best een keer lekker naar Frankrijk willen. Daar een hotelletje pakken. En gewoon, Frankrijk is een prachtig mooi land. Had alleen in Fransen moeten wonen. Want het Franse volk staat me nou niet echt aan. Arrogant volk. Maar het land is wel prachtig. En daarom zou ik zeker weten nog een keer naar Frankrijk willen. Om daar echt mooi in de omgeving van Frankrijk, in de omgeving van Frankrijk in ieder geval, mooie beelden te schieten. En natuurlijk daar een vlog van te maken. Daarom dus op nummer 2 de buitenlandse trippen en dan natuurlijk Frankrijk. Nummer 1. En dan op nummerootje 1 is het enige echte Europa-park. Ja, Kevin van Abdemaal en Ramon, die weten het als geen ander. Bovenaan mijn bucketlist staat altijd Europa-park. Het grootste pretpark van Europa. Pas alleen natuurlijk op die ontzettende brand geweest. Maar dit park wil ik echt volgend jaar gaan bezoeken. Het is echt een schitterend park, een groot park. Dus ik wil er echt een paar dagen wil ik er naartoe gaan. Hotelletje nemen en dan lekker Europa Park gaan bezoeken. Natuurlijk leuke vlogs gaan maken ervan. En Europa Park wil ik gewoon een keer meegemaakt hebben. Ik heb er al zoveel verhalen, zoveel video's. Ik heb er zoveel van gehoord. Ik heb zoveel videomateriaal ervan gezien. En Europa Park, daar wil ik echt naartoe. En deze staat echt gewoon op het bovenste stukje van mijn bucketlist. Europa Park in Duitsland, daar wil ik naartoe. En die staat dus op nummer 1. Zo, en dat was mijn top 10 van plekken waar ik nog wil gaan vloggen. Wat ik mooie locaties vind. En waar ik eigenlijk zeker weten, nou ja, eigenlijk, waar ik zeker weten nog een keer naartoe wil. Zitten dus al een paar bij die al op de lijst staan en die dit jaar eraf gaan, omdat ik die zeker weten ga doen. Ja, er staan ook nog dingen bij wat een beetje nog een droom is om naartoe te gaan. En plekken waar ik wel van uit kan gaan. Dat het binnen nu en 2 jaar dat ik daar nog wat naartoe ga gaan. Dat was mijn persoonlijke lijst. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Laat even een berichtje achter in de comments. Want als jullie het leuk vinden, dan wil ik wel vaker zo'n top 10 gaan doen. Ik vind het wel hartstikke leuk om zo'n top 10 te maken. Het is ook knip- en plakwerk. Maar het is wel ontzettend leuk om te maken. Dus heb je interesse in nog een top 10 van iets of zo? Moet je zelf eventjes verzinnen wat. Laat het dan even achter, berichtje achter. En dan hoor ik het en lees ik het wel allemaal. In ieder geval, dit was de vlog. Dit was de top 10. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En druk de notificatie aan door hem aan te vinken. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik zie jullie weer zo snel mogelijk bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.